jullie weer een les bezorgen met vier leuke nummers. Tenminste, ik vind ze heel erg leuk. Begin met een warming-up van Tai Chi. Hele vrolijke muziek van Oh Happy Day. En daarna doe ik een lang nummer dat een leuke uitdaging is voor de bovenbenen. Standing Strength of the Warriors uit de yoga. En dan gaan we door met een mooi balance nummer. Mooie muziek. En ik eindig met twists als een vorm van cooling down al naar het einde toe. Je staat met voeten heupbreedte, schouders laag, armen, polsen ontspannen, kruin richting het plafond, kin iets in. Breng je handen richting je borst. Duw ze naar buiten. Breng ze weer naar binnen. Breng naar beneden. Adem in. Uit. Til je handen op. En duw naar buiten met de handpalmen. Laatste keer. Breng je armen omhoog en dan zwaai je naar beneden, langs de benen en strek het omhoog. Strek het. Adem. Je komt nu met de beweging omhoog. Je tilt de hielen los van de grond. Op en je hielen los. Strek je armen uit en adem uit. Til nu één knie op en strek de armen uit. Andere knie. Zet de voeten breed. Kijk je handen naar. Sier ze. En breng ze naar links. Rechts. Cirkel rond. Zet de voeten weer heupbreedte, breng je armen omhoog en zwaai. Kom gelijk op tenen, hielen los. Wervelkolom is lang, navel is ingetrokken. Breng je handen naar links en rechts en cirkel rond. Heupbreedte. Als je omhoog komt, til je rechterbeen omhoog. Links.
laatste twee. Zet de voeten weer breder en zwaai de armen om je heen. Je schuift naar links en rechts. Benen, knieën worden hier al lekker warm. Er komt iets bij. En nog met je handen. Beide handen zijn geflext. Eén boven je hoofd en één weggestrekt. Zet de voeten weer heupbreedte en gaan we door. Je brengt de handen rustig omhoog. Ik doe de oefening diagonaal voor. En breng je de handen terug, weerszijde van je voeten. En dan zet je de voeten in down dog positie. Startbeen wijst omhoog. Evenals de navel, die duw je op. Hoofd tussen je bovenarmen. En hielen zoveel mogelijk naar de grond. Loop dan met de voeten naar de handen toe. Tot je in de forward fold bent. Voeten zijn gesloten. Grote tenen bij elkaar. Hielen. Knieën. Buig dan de knieën. Til de handen op en kom in de intense pose. Knieën blijven gebogen. Dat is tevens ook de uitdaging van deze oefening. Breng je handen naar achteren. Zometeen zet je het rechterbeen naar achteren. Linkerknie blijft gebogen. Rechtervoet staat op teen. Heupen wijzen naar voren, schouders open, borst op. Breng je handen mee omhoog. En dan pak je boven je rechterpols vast. En je stretcht de rechterkant. Adem uit. En linkerknie blijft gewogen. Open je de armen weer. Nu mag de achterste voet dwars op staan. Heupen blijven naar voren, net als borst. En je haakt je vingers achter je zitpotjes samen. Navel is constant in. Breng de handen mee omhoog. Vouw ze samen en wijs. Breng de handen dan rustig naar voren. En wijs. Breng nu je rechterarm naar achter. Blijf laag. Linkerknie nog steeds gebogen. Knie en voet in één lijn met elkaar. Dan ga je in de sumoer door je arm op te lichten. Achterste arm ligt op je gestrekte been en kijk langs je arm mee omhoog. Breng je
met cirkel rond. Blijf diep. Adem uit. Adem in. Uit. Breng je armen weer mee omhoog. En vouw ze weer samen. Cirkel rond. Laag, linkerknie nog steeds gebogen. Laatste keer cirkel. Strek de armen zo ver mogelijk naar voren. Breng je handen weer naar achter de pauze. Achter je werkplom weer samen. Borst open. Navel in. Adem uit. Breng je handen los naar voren. Laatste keer. Handen mogen nu bij je voorste voet, achterste heel, til je weer omhoog. En je komt in de pauze in de down dog positie. Oh, dat is wel lekker even. Maar we hebben nog een been. En we lopen zo meteen eerst weer met de voeten naar de handen toe. Rustig wandel met je voeten naar voren. Tot je weer in de forward fold bent. Voeten gesloten. Uitademen. Zit bordjes wijzen omhoog. Navel duw je omhoog. En kruin wijs naar de grond. Zet je handen weer op je scheenbeen. Duw je kruin naar voren. Laat de rug sterker. Hoofd in het verlengde van je wervelkolom. Buig de knieën. Breng de handen, armen langs je oren omhoog. Nu sta je op twee benen, twee gebogen knieën. Zometeen zet je je linkerbeen, linkervoet naar achteren. Rechterknie is nu gebogen. En breng je armen mee omhoog. Pak je linkerpols vast. Linkerhandpalm wijst omhoog. En voel dat je de linkerzijkant opstrekt. Uit elkaar rekt. Breng je handen, armen weer terug. En vouw ze samen achter de wervelkolom. Borst open, trots. En zet je achterste hiel dwars op. Dan gaan de handen weer los. En breng ze boven je hoofd samen. Vouwen. Wijs met je wijsvingers. En breng ze naar voren. Voel nu dat die rechterknie gebogen blijft en moe wordt. We weten nu wat er komt. Breng je linkerarm naar achteren en open glorie 2. Knie zit boven je voet. Brede pas. Adem uit. Probeer misschien op wat lager te zitten. Ook al voelt dat echt wel heftig. We gaan weer naar de Sun Warrior. Breng je arm boven je hoofd weggestrekt. Andere hand ligt rustig op je achterste been. Kijk langs je armen omhoog. Adem uit. Handen bij elkaar en cirkel rond. Wijs. Open de armen. Adem in. Adem uit. Cirkel rond. Adem in.
cirkel, laatste keer. We are one. Handen mogen weer achter de wervelkolom samen, vouw ze in. Til je borst nog één keer op. En adem naar trots. Breng je handen voor de laatste keer naar voren. Ook al tintelt en brandt je bovenbeen. Til je achterste hiel weer op. En zet je handen naast je voorste voet. En kom maar terug in de down dog positie. Loop dan rustig met je voeten naar je handen. En zet ze wat breder dan heupbreedte. Je buigt door je knieën. Leuke oefening. Bird pose. Spreid je vingers. Duw je ellebogen tegen de binnenkanten van je bovenbenen. En breng zoveel mogelijk gewicht op je handen, op je polsen. En misschien lukt het ook om even je voeten los te houden van de grond. Anders blijf je met de voeten gewoon op de grond natuurlijk. Voeten blijven heupbreedte. Til je armen, handen op. En kom heel even op tenen. Dan zet je je rechterbeen, rechtervoet, over je linkerbeen, eagle pose. Breng je rechterhand naar voren, vouw je linker erin en cirkel je polsen. Je zit met je gezicht achter je handen, je buigt beide knieën, navel is in. En dan breng je de handen rustig naar voren, maak de rug. Adem uit. Open je armen. Benen weer los. Dan breng je je rechterbeen naar achteren. Net als je rechterarm. En je kijkt over je linkerhand naar voren. Been mag ook los. Maar probeer ook wat dieper te komen. Zodat je linkerhand richting de grond gaat. We gaan naar de andere kant. Ik doe weer diagonaal. Armen langs je oren. Linkervoet over rechterbeen. Linkerarm naar voren. Recht je elleboog erin. En cirkel je handen in. Buig nog iets dieper. Start been wijs naar beneden, zitbordjes wijs naar beneden, navel is in. En buig nu, maak de bovenrug breed en rond en kijk naar beneden. Adem dan in. Breng je linkerbeen naar achteren, net als je linkerarm. Probeer hem op te tillen als het lukt. Terug op twee voeten. Heupbreedte. Steun op je linker. Je rechterbeen. Voet staat op tenen. Gebogen. En nu breng je de armen. En de rechterbeen naar achter. Gestrekt. Dan doe je hetzelfde met de linker. Dus linkervoet op teen. Linkerknie gebogen. En strek een uitademing. Armen en been achterwaarts. Nogmaals. Armen omhoog, adem in. Adem uit. En dan vullen we dit aan. Je zet nu je rechtervoet tegen je enkel aan. Knie wijst zijwaarts. En buig een uitademing iets naar rechts. Steun op je rechterbeen, linkervoet gebogen, staat ernaast.
adem in. Adem uit. Recht linkervoet. Zet hem tegen je enkel. Breng armen omhoog. Adem in. En adem uit. En buig het zijwaarts. Doe maar nog alle twee de kanten één keer. Rechtervoet, hou hem klaar, rechterbeen, om hem weg te strekken. En dan kan je in plaats van de voet tegen de enkel, hem ook tegen je bovenbeen zetten. Breng de armen omhoog, adem in. Trek het been naar achteren, net als je armen. En probeer nu ook in plaats van tegen de enkel, misschien tegen je bovenbeen te zetten. Breng je armen omhoog. Adem in. Zet de voeten weer bij elkaar. Dan gaan we door naar de twists en bouwen we weer de energie een beetje af. Je blijft staan. Voeten zijn bij elkaar. Grote tenen weer gesloten. Net als nummer 2. En je brengt je hand op je schouder. Je twist vanaf de taille. Brengt je andere arm om je heen, op je heup. En je kijkt over je rechterschouder naar achter. Buig dan weer iets dieper door de knie. Breng je elleboog naar de buitenkant van je rechterknie. Strek de arm daar weg. En strek je arm achter je kij. Naar beneden. Of zijwaarts. Of mee omhoog. Knieën blijven bij elkaar. Net als de tenen, enkels, navel in. Voel de twist vanaf de taille. Kom dan weer mee omhoog. En doe een andere kant. Rechterhand, linkerschouder. Twist vanaf de taille, buig de knieën. Andere arm leg je achter je op de heup. Kijk over je schouder naar achter. Verdiep de positie weer door naar voren te komen, knieën te buigen. Borst blijft wel op. Elleboog buitenkant knie. Strek je arm weg. En strek je andere arm mee omhoog. Als je zo naar beneden kijkt, zie je dat de knieën tegen elkaar blijven, niet langs elkaar heen schuiven. Voel je een twist vanaf de taille. Borst blijft open. Schouderbladen goed naar elkaar toe. Zet je handen aan de grond. Draai zijwaarts. En kom downward. Probeer de hielen naar de grond te ademen. Navel is in. Staartbeen op. Kruin wijst naar beneden. Breng je voorste voet tussen je handen. Achterste hand blijft staan. En til je voorste arm mee omhoog. Je draait goed om je taille heen. Kijk je arm na. Open je borst, breng je schouderbladen naar elkaar toe. Voel de twist. Achterste been gestrekt. Altijd knie boven je voet. Kom terug in downward. En dan gaan we naar de achterkant. Zet nu je achterste voet tussen je handen in. Draai met je taille. Achter.
de stukken voorste benen is nu gestrekt. Strek je arm weg. Blijf de borsten openen. Kijk de arm na. Adem uit. Breng je knie maar naar de grond. Dit waren de eerste vier oefeningen die ik jullie wil meegeven uit de wereld van de balance. Ik hoop dat jullie er heel veel plezier aan hebben. Ik heb er in ieder geval heel veel plezier aan gehad. Succes!